En dan nu? Hallo kijkers. Wist u dat er in Nijmegen workshops Hoe overleef ik op straat gegeven worden? Ook in Nijmegen zwerven er mensen, veelal vluchtelingen, over straat die door allerlei wetten tegen vreemdelingen tussen de wal en het schip gekomen zijn. Ze kunnen niet meer terug naar hun geboorteland omdat het daar te gevaarlijk is of het land bestaat gewoonweg niet meer. Het is eigenlijk verboden die mensen te helpen, maar gelukkig zijn er in 2012 ook nog mensen met een hart die het niet aan kunnen zien dat er mensen aan hun lot overgelaten worden. In Nijmegen collecteert Stichting Gas de komende week in de hele stad om geld te verzamelen en dat stukje bij beetje uit te geven aan de mensen die het hardst nodig hebben. Want zelfs daar moet op de kleintjes gelet worden en wie het schrijnendst is, krijgt het eerst geld. Bizar maar waar. De geldbron is niet groot genoeg om iedereen die steun te geven die ze nodig hebben. Daarom ga ik aanstaande maandag dus ook collecteren en sta ik om 5 uur te rammelen met de collectebus bij Albert Heijn aan de Daalseweg. Gaat u vooral boodschappen doen op de Daalseweg, vergeet de pinpas en neem veel kleingeld mee. Geldbiljetten mogen ook, dat is niet zo zwaar. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. En mocht je nou denken, ik ga wel naar de Co-op, dan kom ik ze niet tegen. Jammer, ook daar wordt van de week gecollecteerd.